Hey, hallo en welkom bij deze nieuwe Misdaad en Make-up. Wat super tof dat je er weer bent. In deze serie Misdaad en Make-up praat ik over een spraakmakende moordzaak terwijl ik mezelf opmaak. En zo ook vandaag heb ik weer een verhaal voor jullie. Heel heftig. Al deze verhalen zijn trouwens ontzettend heftig, dus kun je daar niet tegen. Is deze serie überhaupt niks voor jou? Ik heb een zaak gevonden die zich afspeelt in 2013 en de moord werd gepleegd in de Toys R Us. Ik weet niet of jullie de Toys R Us kennen. Ik heb daar vroeger nog rondgelopen. Dat was echt een super groot filiaal in Utrecht. Eens even kijken, bestaat de Toys R Us nog? Nee joh, het is al 12 jaar geen ding meer in Nederland. Oké, de Toys R Us is er al sinds 2009 niet meer, maar het was een winkelketen, speelgoedwinkelketen, echt huge, enorm. Ze hadden alles, de filialen waren mega groot. En ik kan me nog goed herinneren dat ik daar wel eens vroeger heen ging met een vriendinnetje en haar moeder. En ik keek mijn ogen daaruit. Maar goed, de Toys R Us, die komt dus prominent in dit verhaal naar voren. Het speelt zich dus af in 2013, dus nog redelijk recent. 8 jaar geleden speelde dit zich af. En ik ga eigenlijk nog helemaal niks verklappen, want er zit een bepaalde opbouw in dit verhaal. Waardoor je er op het begin eigenlijk nog echt niet achter kan komen wie het gedaan heeft. De moord in de Toys R Us. Daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. Let wel eventjes op, dit verhaal wat ik vandaag ga vertellen, het is een heftig verhaal. Er komt moord en geweld in voor. Dus kun je daar niet tegen, klik deze video dan weg. En ben je onder de 12 jaar, vraag dan eventjes aan je ouders of je deze video überhaupt wel mag kijken. Of vraag of ze dit eventjes samen met je willen doen. Daarbij is het niet mijn bedoeling om oneerbiedig of respectloos te praten over wie dan ook in dit verhaal. En de informatie die ik jullie geef is informatie die ik gebundeld heb en gepubliceerd staat op het internet. Dan is het eerst tijd voor S-Onnedy, de shout-out voor deze week. Als je onder deze video een comment plaatst onder hashtag S-Onnedy, maak je kans om een volgende video de shout-out te krijgen. Vandaag is die voor Marlinde Wessels. Hey Dionne, weer een bizar verhaal zeg. Ik kijk nu standaard vrijdagavond deze video's met een bak chips op schoot. Jouw stem is hier echt voor gemaakt. Ga zo door. PS, waar heb je die kettingen gehaald? Ik denk dat je deze ketting bedoelt, maar die komt bij de Regal Rose vandaan. Dat is een webshop met echt de mooiste kettingen en sieraden. No spon, trouwens. No spon. Het verhaal wat ik vandaag met jullie ga delen heb ik ook verteld in een podcast genaamd Moordcast. Die doe ik samen met mijn broer. Wil je de aflevering luisteren? Klik dan eventjes op het link hier beneden. Op YouTube zijn er bepaalde restricties. Ik kan niet alles tot in detail beschrijven. Nou, dat kan ik op Spotify dus wel. Maar het voordeel aan de video is weer dat ik jullie kan voorzien van beeldmateriaal. En dat is zeker in deze zaak best wel een hele grote toevoeging, omdat er ook beveiligingsbeelden bij zitten. Om het verhaal helemaal rond te maken, raad ik je vooral aan om beide te bekijken en te beluisteren. Dus, zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met dit verhaal. Het is zaterdag 29 juni 2013. In Hamburg, New York, hebben de medewerkers van de Toys R Us speelgoedwinkel een nachtdienst. Ja, het is op een zaterdag natuurlijk ontzettend druk in de speelgoedwinkel. Dus die nacht worden alle schappen gevuld, gespiegeld en er wordt hard doorgewerkt om die enorme speelgoedwinkel er op tijd spik en span uit te laten zien. Dit filiaal van de Toys R Us is maar liefst 2800 vierkante meter groot. Het is echt huge. Ik heb er ook foto's van, die kan ik jullie ook natuurlijk even laten zien. Maar je zou het een beetje kunnen vergelijken met een gemiddelde Praxis. Het is ook best wel een flinke winkel, maar laat staan een speelgoedwinkel. In Nederland heb je wel de Toy Champ. Die is ook wel echt huge. Het is echt een mega grote winkel. Dus er is ook veel werk, er zijn veel schappen te vullen. En daar draaien ze dus een nachtdienst voor. Ja, overdag is er vaak geen tijd om de vakken aan te vullen, dus dit werk wordt daarom in de nacht uitgevoerd. En de nacht van zaterdag 29 juni 2013 verloopt dan eigenlijk zoals gewoonlijk. Nou, de assistent-manager opent de winkel, dat is Larry Wells. En op dat moment staan er buiten twee werknemers te wachten om naar binnen te gaan. Deze collega's zijn Isaac Lloyd en Cindy Barone. Ze worden binnengelaten en de deur wordt achter hen op slot gedraaid.
ja, om te voorkomen dat vreemden het pand kunnen betreden. Zij zijn natuurlijk best wel achterin de winkel vaak aan het werk. Het is zo ontzettend groot, je weet nooit wie er binnenkomt. Dus ja, die deur gaat vanzelfsprekend op slot. Isaac rijdt zijn fiets naar achter, bergt zijn lunch op en pakt een walkie-talkie en loopt naar het gangpad waar hij zijn vakken moet gaan vullen. Hij werkte vol passie aan dit baantje. Hij ging altijd met een goed gevoel naar zijn werk toe, want hij hield van speelgoed. Van binnen was hij een groot kind. En het werken bij de Toys R Us en de vakken vullen met speelgoed, ja, wie wordt daar niet vrolijk van? Isaac had het echt ontzettend naar zijn zin bij de Toys R Us. Het geeft Isaac altijd een heel goed gevoel als zijn gangpad er helemaal top uitziet. Maar Cindy voelt het ook. Haar gangpad ziet er altijd het beste uit van iedereen. Ze is heel perfectionistisch. En ook zij wordt super vrolijk van het werken met speelgoed. En dan had je nog de assistentmanager Larry. Ook hij is iemand die zich echt inzet voor zijn personeel. Hij neemt zijn collega's en het werk hartstikke serieus. En ze werken goed samen met z'n allen. 3 kwartier later, het is 4:15, staat Anthony Armstrong voor de deur om zijn dienst te gaan beginnen. Hij begint wat later die dag, maar hij staat voor een dichte deur. En in dat geval is het gebruikelijk om met de walkie-talkie contact te leggen met Larry, de assistentmanager. Hij komt dan naar voren om de deur te openen en het personeel binnen te laten. Maar het is nogal een gedoe voor Larry. Hij moet zijn werk neerleggen, hij moet die hele winkel door. Hij moet daarvoor best wel een lange weg afleggen. Hij doet de deur in ieder geval voor Anthony open. En ook hij start met zijn werkzaamheden. En Anthony was iets minder sociaal dan de rest van zijn collega's. Hij kwam daar echt om zijn werk te doen. Hij was wat meer teruggetrokken, maar deed zijn werk verder ook gewoon prima. Ieder zijn ding natuurlijk. Een paar minuten later staat de volgende voor de deur. En dat is Richard Shepherd. En hij was wel flink te laat voor zijn dienst. Maar goed, ook hij probeert met zijn walkie-talkie contact te leggen met Larry. Maar dit keer antwoordt Larry niet. Hij krijgt hem in ieder geval niet te pakken. Dan kijkt hij naast zich, want je hebt zeg maar het filiaal van de Toys R Us. En die zat vast aan de Babies R Us. Dus echt de babyafdeling van de winkel. Dat was ook nog echt een heel groot stuk wat aan de winkel vast zat. En die deur stond dus wagenwijd open. Nou, Richard had zoiets van, oké, dat is vreemd. Maar ik kan anders toch niet naar binnen. Larry reageert niet. Dus dan betreed ik het pand maar via deze deur. Hij start met zijn werkzaamheden. En op dit punt zijn ze met z'n 5 aan het werk in de winkel. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar de winkel is zo groot dat ja, de mensen die aan het werk zijn, hebben niet eens contact met elkaar. Ze zien elkaar niet eens. Ze staan niet in elkaars zicht. Ze weten van elkaar niet wie wat aan het doen is. Ze zitten echt een beetje in hun eigen bubbel en zijn met hun eigen werkzaamheden, met hun eigen laantje bezig. Dus iedereen werkt voor zich. En 3 kwartier later, het is 5:45, gaat ineens het alarm af. Isaac stond op dat moment achter in het magazijn. Hij was daar wat dingetjes aan het doen. Ja, hij hoort het alarm. Hij pakt zijn walkie-talkie en probeert contact te leggen met assistentmanager Larry. Maar Larry reageert weer niet. En dan roept hij naar Cindy van, hey, zou je even willen checken of hij het alarm even alsjeblieft uit kan zetten? Want het is een behoorlijk irritant geluid. Dus Cindy besluit die richting op te lopen. Zij stond het dichtst bij het kantoortje van Larry. En ze gaat naar binnen. En Isaac hoort een hele harde gil van Cindy. Ze is compleet door het dolle heen. Cindy had Larry namelijk aangetroffen, voorovergezakt in zijn stoel. Zijn bovenlichaam lag over het bureau heen en hij bloedde hevig rond zijn borststreek. In eerste instantie leek het voor Cindy alsof hij was neergeschoten en ze belt meteen in paniek naar de alarmlijn om dit te melden. Het was echt een verschrikkelijk tafereel om daaraan te treffen, jouw collega, compleet onder het bloed. Ik kan me voorstellen dat Cindy zich helemaal rot is geschrokken. En je voelt je natuurlijk ook onveilig, want is degene die dit heeft gedaan, die dit op zijn geweten heeft, misschien nog in het gebouw? Maar goed, ze belt de alarmlijn. Ja, ze zegt dus dat hij is neergeschoten, dat ze niet weet of Larry nog leeft. En de hulpdiensten gaan er zo snel mogelijk op af. De politie rijdt er met loeiende sirenes op af. Als ze daar aankomen,
ja, dan moeten ze echt voorzichtig zijn. Nogmaals, ze weten niet of de schutter daar rondloopt, hoe de situatie precies in elkaar steekt. Ze weten nog helemaal niks. Maar goed, ze moeten natuurlijk wel zo snel mogelijk bij Larry komen, want wie weet kunnen ze zijn leven nog redden. Dus in alle voorzichtigheid lopen ze richting Larry. En de werknemers werden allemaal uit het gebouw gezet. Ze staan daar helemaal in shock aan de overkant van de weg te wachten tot er meer nieuws is. En hopen natuurlijk allemaal dat hun collega Larry het overleeft. Nou, de hulpdiensten komen aan bij Larry. En dan komen ze achter dat hij nog een hartslag heeft. Dus hij leeft op dit punt nog. Hij ademt vrij zwaar en heel lichtjes. Maar wie weet kunnen ze hem nog redden. Dus hij wordt zo snel mogelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk rukt zelfs een arrestatieteam uit om het gebouw helemaal te doorzoeken, van top tot teen. Ze gaan elk gangpad af, ze doorzoeken elk kantoortje, elke ruimte wordt onder handen genomen. Maar het gebouw is leeg. De schutter of de dader loopt daar niet meer rond. Dus de politie kan vanaf dit punt veilig onderzoek doen. In eerste instantie dachten ze natuurlijk dat Larry was neergeschoten, maar dit bleek niet het geval te zijn. Larry was een aantal keren neergestoken. Naast de stoel waarop hij zat lag een enorme plas met bloed. En daarnaast op de grond ligt een baseballpet. Het is een zwart met geel petje met heel groot Champions erop, een embleem. De pet kwam uit 2007 en het was een pet van de University of Florida Gators. De pet werd veiliggesteld. Ze wisten niet of dit van de dader kon zijn, of dat deze misschien van Larry was. Maar natuurlijk alles wat daar gevonden wordt, dat moet grondig worden onderzocht. Dus die pet wordt in een zak geborgen, het wordt bewaard. En de pet wordt getest op DNA in de hoop dat er wellicht een daderprofiel uitkomt. In het kantoor van Larry stond ook de beveiligingsrecorder. Alles wat met de camera's, de beveiligingscamera's, werd vastgelegd, werd op die recorder opgenomen en opgeslagen. Opvallend is dat de stekker niet in het stopcontact zat. Ze moesten dus de beelden gaan checken. Het was eventjes spannend of dat ding überhaupt wel iets van die avond had opgenomen. Maar goed, ook dat apparaat testen ze op DNA. Ze gaan alles heel grondig af. Ontzettend verdrietig, maar onderweg naar het ziekenhuis overleed Larry aan zijn verwondingen. Hij was nog maar 35 jaar oud. Het mocht helaas niet baten. De verwondingen waren te ernstig en hij kon hier niet meer bovenop komen. De nabestaanden worden ingelicht en ja, zij kunnen niet geloven dat er zoiets kon gebeuren. Larry was een super lieve, zorgzame man. Had geen vijanden. Wie had het in godsnaam op hem gewund? Hij was echt de goedheid zelf. Larry had een gezinnetje. Hij had een vrouw genaamd Jill en een dochtertje van nog maar 4 jaar oud. Die nu dus zonder haar vader gaat opgroeien. Jill was daarbij ook nog eens 4 maanden zwanger van hun tweede dochtertje. Het is zo ontzettend triest. En Larry was nog nooit in aanraking gekomen met politie of justitie. En ja, hij wordt beschreven als iemand met heel veel empathie voor anderen. Hij is al sinds de middelbare school samen met zijn vrouw. Altijd samen geweest met zijn eerste liefde sinds zijn tienerjaren. Mega bijzonder. Ja, hij was echt een hele goede vader en toen zijn dochter werd geboren leefde hij helemaal op. Het vaderschap was echt voor hem weggelegd. Het was zo'n lief, goede vent. De nabestaanden, collega's, de hele gemeenschap, iedereen is in diepe rouw. En ja, daarbij is er ook veel angst, want wie zou dit op zijn geweten kunnen hebben? Op zo'n jonge vader, het is te bizar voor woorden. Ze waren dus met z'n vijven aan het werk, dus de 4 andere collega's werden meteen door de politie ondervraagd. Zou het wellicht iemand kunnen zijn geweest binnen hun eigen team? Eigenlijk was iedereen die nacht aan het werk was een verdachte. Het leek ergens best wel een gerichte aanval. En zij waren daar aanwezig. Dus automatisch werden ze allemaal verdacht. Alle 4 de medewerkers worden ondervraagd. Dan heb je natuurlijk Cindy. Zij vond het lichaam van Larry. Maar ze kon een hele goede omschrijving geven van wie, hoe laat het pand binnenkwam, wie waar stond. Zij kon zich nog prima herinneren wie er was binnengekomen, in welke volgorde, hoe laat, alles. Dus zij kon de politie voorzien van best wel een duidelijke tijdlijn van de avond. Een van de medewerkers maakt echt een super zenuwachtige indruk op de politie.
En dat is Isaac. Hij werd een paar uur na de moord in de politieauto ondervraagd. Hij zat op de bijrijderstoel. Maar hij was zo nerveus. Ja, de vragen gingen er vooral over van heb jij misschien die avond meer gezien? Kun je ons wat meer vertellen over hoe de avond is verlopen voor jou? En ja, die man Isaac die reageerde zo ontzettend nerveus en vreemd. De politie dat al vrij snel verdacht vond. En dan hebben we nog Anthony, de jonge man die door Larry binnen was gelaten. Hij kreeg als laatste nog contact met Larry en hij was er niet happig op om met de politie samen te werken. Ja, ook dit was natuurlijk ontzettend verdacht. De laatste medewerker die binnenkwam, ja, dat was Richard. Hij kon geen contact krijgen via de walkie-talkie met Larry. Hij vertelt de politie over de open deur bij de Baby Zorro's. Dat hij het al zo vreemd vond dat die deur open stond. Want alles zat altijd potdicht als ze met z'n allen aan het werk waren. Het was dus heel ongebruikelijk dat er een deur open stond. Maar goed, hij kon zo naar binnen. En hij is aan het werk gegaan. Maar hij vertelt dan ook, ik kon op dat moment geen contact krijgen met Larry. Wat wel een beetje opvallend was, is dat deze Richard super laat was gekomen. Hij kwam zo laat op zijn werk opdagen. Volgens mij was hij nog net geen uur te laat of zo. En als de politie hier naar vraagt, dan antwoordt hij dat hij nog wat eten en drinken was gaan halen. Om de nacht door te kunnen komen. Puntje bij het paaltje. Iedereen is op dit punt echt wel een beetje verdacht. We hebben Isaac die zich echt super nerveus opstelt. We hebben Cindy die het lichaam gevonden heeft. Dus die in eerste instantie al verdachte is omdat zij het lichaam vindt. Dan hebben we Anthony die niet bereid is om met de politie mee te werken. En Richard die verdomde laat op werk aankwam. Ze zouden het allemaal gedaan kunnen hebben. Maar goed, het is de middag nadat de moord is gepleegd. Het filiaal is afgezet met linten. Overal lopen politieagenten rond. En dan verschijnt een man ten tonele genaamd Bernie Grootza. Hij is de regionale beveiligingsmanager van de Toys R Us. En kwam even polshoog te nemen. Hij wilde weten wat er aan de hand was. Hij had gehoord dat er iemand was vermoord. Ja, hij kwam daar eventjes kijken. Wellicht kon hij ondersteuning bieden aan de politie omdat hij daar hoofd was van de beveiliging. En daarbij, hij en Larry waren collega's en goede vrienden van elkaar. De politie vraagt aan Bernie of hij hen kan helpen aan de beveiligingsbeelden. Dat ze die eventjes met elkaar bekijken. Of Larry daar misschien bij kan zitten. Nogmaals, hij deed de beveiliging daar dus. Hij bekijkt de beelden samen met de politie. Ze bekijken de beelden van die nacht. De stekker zat natuurlijk niet in het stopcontact toen ze de recorder vonden, maar hoopte toch dat er wat te zien was. En dat was het geval. Ze zien op een gegeven moment een verdacht persoon bij de uitgang staan. Hij is duidelijk vermomd. Hij heeft donkere kleren aan. Hij draagt een soort van sjaal voor zijn neus en voor zijn mond. En hij draagt een petje. Frappant is, hij komt de winkel binnen met een sleutel. Hij stapt de Baby's R Us binnen en dit gebeurde 4:24 in de nacht, dus 5:30. 6:30 om precies te zijn. Larry, Cindy en Isaac waren op dit punt zo'n half uurtje aan het werk. En die figuur die beweegt zich door de winkel alsof hij het op zijn broekzak kent. Hij zigzagt overal doorheen. Het lijkt alsof hij precies weet waar de camera's zitten. Hij loopt echt een tactische weg door de winkel heen. Af en toe duikt hij ook weg achter een schap om een camera een soort van te blokkeren. En dan zien de agenten, als ze op het figuur inzoomen, dat hij een groot keukenmes bij zich draagt. Hij loopt de richting in van het kantoortje van Larry, doet de deur open en stapt daar naar binnen. Larry is trouwens op dat moment niet in zijn kantoortje. Dus dat figuur die daar binnendringt, die is hem waarschijnlijk aan het opwachten. En een paar minuten later stopt de video ineens. Het is aannemelijk dat de dader de stekker uit het stopcontact heeft getrokken. Vanaf dan is er gewoon geen beeld meer te zien. Opvallend is, het petje wat die man op heeft is hetzelfde petje wat gevonden wordt op de plaats delict. Dat zwart-gele petje met Champions erop geschreven. Het was 100% zeker dat de pet van de dader is. Dus het DNA wat daarop gevonden is, is dus 100% een daderspoor. Ze halen dit DNA-profiel door de database in de hoop dat er
ja, wellicht een bekende van de politie naar voren komt. Maar helaas, er wordt geen match gevonden. De politie besluit de beveiligingsbeelden openbaar te maken in de hoop dat iemand zou komen met wat tips. En van iedere medewerker wordt DNA afgenomen. En daarbij gaan ze ook iedereen af die daar ooit werkzaam is geweest. Ze halen DNA op van wel 47 mensen. Dus niet alleen mensen die daar op dat moment daar werkzaam waren, maar ook oud-collega's. Je weet het maar nooit, misschien heeft iemand toch een sleutel bewaard. Dus van iedereen moest DNA worden afgenomen. Zo ook natuurlijk van de 4 collega's die die avond op de werkvloer stonden. Het laboratorium zet vaart achter het DNA-onderzoek, maar het duurt natuurlijk wel eventjes voordat de resultaten binnen zijn. Daar gaat tijd overheen. Het zal een paar weken duren voordat de uitslag binnen is. Cindy, Isaac, Richard en Anthony kunnen allemaal worden uitgesloten. Er werd geen match gevonden. Bij niemand trouwens. Bij het DNA-onderzoek waar de 47 ex-werknemers en huidige werknemers werden onderzocht, bij niemand werd een match gevonden. In de tussentijd ondervraagt recherche honderden mensen voor het onderzoek en doen ook een buurtonderzoek om te kijken of de buurtbewoners misschien meer weten. En dan komt er iemand naar voren die de avond van de moord een zwarte Chevrolet Impala heeft zien staan. 1 uur 's nachts op het parkeerterrein van de Toys R Us. Dat is best wel een beetje random. Zeker gezien het tijdstip. Hij kon de auto hooguit omschrijven als ja, een Chevrolet Impala. Maar voor de rest, het kenteken, dat had hij niet genoteerd. En dat snap ik ook ergens wel. Maar goed, het wordt genoteerd. Super nuttige informatie. Maar meer heeft de politie eigenlijk op dit moment ook niet. Ja, en dan loopt het onderzoek vast. En na 2 maanden besluit de politie de hulp van de FBI in te schakelen. En ze gaan dan proberen een daderprofiel op te stellen. En kijken dan of er in een database iemand te vinden is die aan dat profiel voldoet. En komen dan uit bij een persoon genaamd Patrick Walden. Hij was vlak voor de moord vrijgelaten en had vastgezeten voor een vergrijp in een stadje vlakbij Hamburg. Toen deze Patrick gearresteerd werd, bleek het dat hij in een auto reed die geregistreerd was op naam van iemand die werkte bij de Toys R Us. Tijdens die arrestatie werd ook een mes in zijn auto gevonden. Patrick Walden had een vriendinnetje en haar moeder, dus zijn schoonmoeder, werkte bij de Toys R Us. Dus wie weet had hij wel sleutels van haar gestolen. Je weet maar nooit. Ze gaan achter Patrick aan, maar doen het undercover op afstand. Dus ze houden hem vanuit een politiewagen nauwlettend in de gaten. Wie weet doet hij iets waardoor de politie zijn DNA kan verzamelen. En dan gooit Patrick een sigarettenpeuk uit het raam, waar natuurlijk aan het onderkantje zijn DNA zit. Dus die peuk wordt vergeleken met het DNA wat op de plaats delict werd gevonden op die pet. En dan komen ze er na een paar weken achter dat dit niet hun dader is. Het blijft allemaal één groot vraagteken en de politie gaat nogmaals alle dossiers een keertje af. Ja, wie weet hebben ze toch nog iets over het hoofd gezien. En dat blijkt. Ze hadden natuurlijk vlak na de moord dat DNA-onderzoek gedaan onder alle werknemers en wat ex-werknemers van de winkel. Maar kwamen er ook achter dat 1 persoon miste. Hij had nog niet zijn DNA afgestaan en dit was die Bernie, de regionale beveiligingsmanager die zo behulpzaam was richting de politie. De politie had al die tijd contact met hem gehouden, ja, omdat hij hoofd was van de beveiliging van het filiaal. Ja, hielp de politie dan ook regelmatig met het onderzoek, maar had zijn DNA dus nog niet afgestaan. Hij had telkens een ander smoesje. De politie had het dus wel aan hem gevraagd, maar dan was hij weer op vakantie. Dan had hij weer iets anders te doen, dan was hij niet beschikbaar. Hij had telkens weer iets anders. Er was altijd wat. Maar Bernie, kortom, hadden ze nog niet gecheckt. En dat werd wel eens tijd. Het was nu trouwens maanden later, hè? Dus zo lang heeft hij het op kunnen rekken. Nou, de politie zoekt Bernie persoonlijk op bij het huis van zijn vader. Ja, ze overvallen hem met het bezoek. En vragen hem nog over, hey Bernie, ik weet dat je hebt het druk, maar kunnen we toch eventjes dat DNA van je afnemen? Dan kunnen we je tenminste uitsluiten. Ze brengen het luchtig. Nou, Bernie stemt toe. Met dat wattenstaafje wordt wangslijm afgenomen.
en het DNA wordt naar het lab gestuurd ter vergelijking. Ook nu duurt het weer een paar weken voordat de uitslag binnen is en dan komt het verlossende woord binnen. Het is een dikke match met de baseballpet die op de plaats delicten wordt gevonden. Het is gewoon een collega van Larry zelf. Het is Bernie, zijn vriend. De collega waar hij het altijd zo goed mee kon vinden. De man die de politie nota bene nog heeft geholpen om de beveiligingscamera's te bekijken. Hij zat daar gewoon naast. Hij keek op dat moment naar zichzelf. Hoe bizar is dat? Nou, na deze bevindingen rijdt de politie naar het huis van Bernie in de hoop een bekentenis te ontfutselen. Ze nemen daarbij een verborgen camera mee. Maar goed, Bernie ontkent ook maar iets met de moord te maken te hebben. Hij wordt dan geconfronteerd met het DNA-bewijs wat ze hebben gevonden. Want Bernie's DNA was ook op de stekker gevonden, op het snoertje van de beveiligingsrecorder. Waarop Bernie zei van dat is toch super logisch, want ik werk daar. Ik heb dat ding zo vaak in mijn handen gehad. En dan komt de politie met de pet. Er lag daar een baseballpet op de plaats delict. Bernie, hoe komt het dat jouw DNA erop zit? En dan blijft hij gewoon ontkennen. Hij houdt zich van de domme. Hij zegt, ik heb die pet nog nooit gezien. Of sterker nog, ik heb hem wel gezien. Hij lag die ochtend daar gewoon op die plek. Dus die lag daar al. Het is heel frustrerend om hier naar te kijken. Maar Bernie beweert bij hoog en laag dat hij het niet gedaan heeft. Hij houdt dit vol. Bernie probeert zichzelf er nog uit te redden, maar tevergeefs. Ik bedoel, ze hebben gewoon echt wel sterk bewijs tegen deze man. De politie probeert hem dan nog onder druk te zetten. Zo van, we weten dat je het gedaan hebt. We willen alleen weten waarom. Maar goed, deze man zwicht nergens voor. Hij wordt meegenomen naar het bureau en hij dringt erop aan een advocaat te willen. Hij zegt dan zelfs nog van maar ik moet mijn honden naar de dierenarts brengen. En die politieagenten zeiden van je gaat helemaal nergens. Ook gewoon dat je denkt dat je dat nog eventjes kan doen. Als ze zeggen dat het een DNA-match is, dan realiseer je misschien wel van ik slaap vanavond niet thuis. Maar goed, Bernie die was zich van geen kwaad bewust. Er werd ondertussen een huiszoeking gedaan. Er was nog zoveel onduidelijk. Het motief van Bernie is nog onbekend. En dan vinden ze wat videogames, memory cards en allemaal spullen die verkocht worden bij de Toys R Us. En dit was een hele hoop. Zo komen ze er ook achter dat die vrijdagochtend voor de moord, dus een dag daarvoor, dat hij een auto had gehuurd. En dit was, een Chevrolet Impala. Het bewijs stapelt zich maar op, maar het is nog steeds de vraag, waarom zou Bernie dit zijn collega aandoen? En dan komen ze erachter dat de spullen die ze vonden bij hem thuis, dus al die videogames, al die hardware, dat dit allemaal gestolen goederen waren van de Toys R Us. Zijn functie maakte het mogelijk, of heel makkelijk in ieder geval, om al deze spullen te jatten bij de Toys R Us. En geloven, Bernie had hier een sport van gemaakt, want hij had in totaal $200.000 aan spullen gejat. Het motief wordt hierbij ook pijnlijk duidelijk, want Bernie was die avond op rooftocht. En dit is compleet misgegaan. Bernie was een man die echt ver boven zijn standaard leefde. Hij had een lifestyle en een huis die hij eigenlijk niet kon betalen. En liep zo constant achter de feiten aan. Het stelen bij de Toys R Us was zijn manier om toch rond te komen. Waarschijnlijk heeft hij dan ook heel wat spullen doorverkocht om aan geld te komen. Dit leverde genoeg op om zijn levensstijl in stand te houden. Maar goed, Bernie houdt de kaken stijf op elkaar en de aanklager is bang dat ze de zaak niet rondkrijgen als ze het gooien op een moord. En dan besluiten ze een deal met Bernie te sluiten, in ruil voor een bekentenis. Zonder die bekentenis werd het gewoon ontzettend moeilijk om hem voor moord te veroordelen. Dus in ruil voor een bekentenis zou hij schuldig bevonden worden aan doodslag. En die bekentenis geeft Bernie af. Zijn verklaring luidt als volgt. Hij reed die avond om 1 uur 's nachts het terrein van de Toys R Us op met zijn gehuurde Chevrolet Impala. Hij hield de boel eerst goed in de gaten voordat hij de winkel inging. Hij heeft daar echt uren gestaan, hè jongens. Pas 4:55 is hij het pand binnengegaan met zijn eigen sleutel. En dat deed hij via de Babies R Us ingang.
En het klopt natuurlijk, hè, wat ze op die beveiligingscamera's zagen. Bernie kende de winkel op zijn broekzak. Hij wist precies waar elke camera was, want hij was manager beveiliging daar. Dus tuurlijk wist hij hoe alles in elkaar zat. Dus hij heeft toen een tactische manier verzonnen om door de winkel heen te gaan. En is naar achter gelopen richting het kantoor van Larry. Maar het was niet zijn bedoeling geweest om hem te vermoorden. Zijn plan was om Larry te overmeesteren en hem te dwingen de kluis te openen, zodat hij met al het geld er vandoor kon gaan. Maar goed, hij is uiteindelijk dat kantoortje ingestapt en is Larry gaan opwachten tot hij dus hem kon dwingen die kluis te openen. Larry was op een gegeven moment bij de deur om een collega binnen te laten. Dat was Anthony. En toen hij terugliep, is hij het kantoor binnengestapt. Hij opende de deur en kwam oog in oog te staan met deze overvaller. Maar goed, Larry was best wel sterk. Hij heeft altijd aan sport gedaan, deed vroeger aan American Football. Het was een grote kerel, dus ja, hij gaf zichzelf niet meteen gewonnen en er ontstond een worsteling. Ja, waarop Bernie op een gegeven moment het niet kon winnen en op hem is in gaan steken. Dit gebeurde allemaal zo snel. De aanval op Larry heeft slechts een paar minuten geduurd en Bernie is, ja, ongezien het pand weer uitgelopen. Maar was zijn pet vergeten. Hij heeft het mes ergens gedumpt in een vuilnisbak. Super bizar verhaal en ontzettend triest dat dit een jong gezin, een jonge vader is overkomen. Bernie werd schuldig bevonden aan doodslag en krijgt 25 jaar gevangenisstraf opgelegd tot een maximum van levenslang. Het heeft zoveel mensen geraakt. Zijn twee dochters groeien op zonder vader. Er heerste ook zoveel angst bij de werknemers daar in de winkel. Isaac bijvoorbeeld, die is uiteindelijk gestopt met werken omdat hij een paniekaanval kreeg. Hij stond op een gegeven moment in het hoofdpad, draaide ook weer een nachtdienst en zag dat de voordeur wagenwijd open stond. Hij kreeg echt een intense paniekaanval. Tot op het punt dat hij bijna oud ging en besloot, dit doe ik niet meer, ik stop met werken. Sowieso heel dapper dat je überhaupt, ja, doorging als er zoiets gebeurd is. Lijkt me echt super traumatisch. Ja jongens, de moord in de Toys R Us. Ik ben benieuwd wat jullie van het verhaal vonden. Beluister natuurlijk ook de moordcast over dit verhaal. Die staat op Spotify. De aflevering staat tegelijkertijd met de video online. Dus check het linkje. Aankomende zondag ben ik weer live voor jullie op Twitch. Mocht je nog na willen kletsen over deze zaak, dan kun je dat altijd aan mij vragen in de chat. Ik heb daar super veel interactie met de kijkers, dus het zou leuk zijn als je erbij bent. Hopelijk tot dan en anders volgende week met weer een nieuwe Misdaad en Make-up. Tot de volgende keer.